Een hele goede dag iedereen. Welkom terug bij weer een nieuwe episode van The Evil Within op mijn channel. Inmiddels aangekomen bij een mooie mijlpaal, namelijk aflevering 20 in... Oh shit, wat gebeurt hier? Flammable. Met andere woorden, we kunnen geen enkel moment onze wapens gebruiken. Hoor nou. Jezus Christus, what's going on? Oké, je kan hier in schuilen als je wil. Waarvoor zou ik moeten kunnen schuilen? Vind ik al een eng idee. Welkom terug, aflevering 20. Hij komt wel heel dichtbij. Maar goed, ik zeg al 5 keer hetzelfde, want de intro is super eng. Mooie mijlpaal, namelijk aflevering 20. We zitten zo aan het einde van chapter 11 en we gaan proberen een mooie grote stap te maken naar chapter 12. Of we... Ja, 12, ja. Klopt, oké, okay, ik ga even badass zijn. Laten we gewoon gaan. We hebben aan het pussy destroy gedrag helemaal niks. Waar heb ik überhaupt mee te maken? Een flesje. Wat loopt hier rond? Oh, het loopt hier. Ik zie het al. Kijk nou. Het is zo'n nightmare ding. Oh shit. Geen items daar, geen spulletjes daar. Oh, daar loopt hij man. Ik noem het nightmare, maar het heet trauma trouwens. Het is letterlijk een monster, een creature gecreëerd van de trauma's van Rufik. Super naar. Maar goed, daar zijn we voorbij. Welkom terug allemaal. Ik hoop dat jullie er zin in hebben, de support even show door een like te droppen. En hier krijgen we weer te maken met de andere faggots. Matches. Super handig. Echt super handig als je in een high flammable area bent. Hoeveel zijn er wel niet, joh? Oh jee, hij komt recht op me af. Ik kan lopen. Oh, dat ging net goed. Oké, die man is neer. Laten we even een steampackie gebruiken, want ik heb er 2 en dan zit ik bijna op full health. Ja, ja. Gelukkig was hij me alweer kwijt. Deze man is ook neer. Want had hij vast een bijltje? Ja, dan bijltje vast. Motherfucker. Oké, waar komen we uit? Wat een super ranzig gebied. Eens kijken wat dit doet. Stopt het gas of gaat er een deur open? Ik weet het niet.
Ja, kijk, het gas is gestopt. Doeg! Give me that, baby. Ja? Woo! Nice one. Wegwezen uit dit dolf. Ach, walgelijk. We hebben het wel echt gewoon goed gedaan. Top. Wow, holy shit, Joseph. Joseph. Oh shit. Kunnen die gasten volgen eigenlijk? Want het geluid klonk zo eng dichtbij. Hoop het niet trouwens. Checkpointje. Oké, okay, shotgun bullets. Nou, op zich gaat het wel redelijk qua ammo nu. Nou, laten we progressie maken. Oké, eens even kijken wat het nou weer brengt om terug te gaan naar het standaard ziekenhuis. Ik ben benieuwd. Veel upgrade spulletjes heb ik niet, dus het is echt alleen even kijken wat er aan de hand is. Oh, ik kan een sleutel inleveren. Oeh, dit vind ik ook wel naar. Hier, zij is er niet. Girl, where you at, man? Wat doe je daar nou? Whatever is the matter. En dan gaat ze weer lopen. Nou, ik snap die vrouw niet, hè. Echt niet goed bedroogd. Lampje aan, want dit is ook altijd weer een avontuur. Eens even kijken. Wat zullen we nu eens doen? We gaan voor de middenweg. We gaan die openen. Wauw. Harpoen. Jesus. Dit was echt de domste shit ooit, man. Hoeveel spulletjes heb ik bij me? Hoeveel jellies? 6400. Daar kan ik wel wat mee. Daar kan ik wel wat mee. Laten we dat investeren, opslaan en de weg vervolgen. Gaat namelijk om handgun ammunition. Zit op zich prima. Magnum ammunition. Shotgun. Die mag wel hoger. Handgun zit al vrij hoog. De bolts, hè. Ja, dit is wel vrij nice. Ah, top. Ik heb maar 450. Ik ben weer klaar met de upgrades. Alright, laten we de weg vervolgen. Top. Alleen even opslaan en verder gaan. Yeah, alright. Oké, okay, waar zijn we? Nog steeds midden in de stad. Ik vind het een aparte chapter hoor. Ik vind het echt een aparte chapter. Beetje jellies. Beetje shells. Nice. Give me all that ammo, man. Oké, okay, herladen hoeft niet. Deze kan wel herladen worden. En de pistool ook. Top. Oké, okay, daar zien we overduidelijk niets. Pittig grote upgrade pot. 500. Dat had best wel 1000 mogen zijn. Had dit nog open? Nee. Rare dingetjes staan erin gekrast, zie je dat?
En sowieso, waar zijn we? Waarom zie ik overal mannequins? Is dit een soort factory die ze maakt of iets dergelijks? Wow, 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 wow. Nee, geen matches? Ik heb toch matches? Doe even normaal. Die guy had een dynamiet vast, alleen hij deed alsof het een... hij deed alsof het een iets van een tomahawk was ofzo. Super vreemd. Hij had een dynamietstaaf vast en hij was ermee aan het slaan. Je moet hem aansteken, meneer. Beetje dom. Oké, okay, hier is niks. Hierachter ook niets? Nope. Nou, top. Dan gaan we verder. Dan volgen we de weg. Dit loopt dood. Dan nemen we deze super tricky brug. Veel te tricky. Oh. En go. Nice. Wat hebben we hier? Nog meer. Jezus, we vinden nu allemaal troep, joh. Allemaal dingen waarmee ik net dat nog extra kunnen upgraden, maar goed. Oh, wow. Joseph. Hallo, Joseph? Oh joh, dan sluit ik hem nu af. Ik kijk ook, dat is het enge watermonster trouwens. Heel vreemd. Dan overschrijven die lekker en dan gaan we lekker naar chapter 12. Hoppakee, the ride. Nou, next chapter. Laat maar meteen die cutscene zien van Joseph, ik ben benieuwd. Thank God you're all right. How did you get here? It wasn't easy. At least I haven't had any more episodes. I wish I could say the same. Hey, I think I might have found us some transportation. This thing gonna run? Only one way to find out. Shit! What are you doing? Answer me. What the fuck is that? Oh, nee, man. Spinnen? Meen je dit nou? Oh, what the hell? Oh wow, die bus is heel snel neer. Damned if I'm going to die in here. Oh, what the fuck? Wat moet ik doen, joh? Oh shit, die is ook gewoon leeg. En nu heb ik nog Magnum? Oh, rot op, is dat een klein spinnetje of zo? What the fuck? Oh wow, daar kreeg ik wel bullets van. Hey, kom op hier. Kijk het rennen! What the fuck? So nice! Dit is echt vet gemaakt. En nu, wat ben je aan het doen, Kidman? Ja, niet. Ik heb sowieso een checkpoint. Now what?
Waar? Ben ik blind? Waar zijn ze, joh? Oh, hier de hele tijd. Hallo, laat hem eens vallen, joh. Ik zie niet eens waar ze vandaan komen. Maar goed, het zal wel. Oké, ik moet eventjes deze stimpack pakken. Ik heb er twee. Godzijdank. Hallo! Steek hem in de fik, joh! Nee, hè? Oh nice, vuur. En we maken ook zoveel geluid met wat we doen. Als ze één keer worden geraakt is het al klaar. Come on. Ik heb nog maar weinig bullets. Nou ja, het valt wel mee. Hoi, hoi, hoi. Ja, nice. Out of ammo. Oh shit. Nee. Die spin. That was a close one. Okay, ik heb best wel veel van die bullets. Ik heb geen sniper ammo meer. Let op, die spin gaat weer komen, sowieso. Oké, we gaan even kijken. Waarmee kan ik gaan spelen? Ik kan ook niks aanmaken, dus ja, we zien het wel. Keep us to the left up here. Ja, hij komt gewoon uit de lucht, die mogel. Rot op. Oh my god. Oh, maak het dood, man. Hak het dood. Oh. Ja, lekker. Het is en ammo en stimpack. Godverdamme, ik moet eventjes die Stimpack gaan gebruiken, joh. Oh, kijk het rennen. Snel die.
Ja, dit zijn kansloze schoten volgens mij. Bij een tunnel, arachnofobia prestatie. Laten we goed kijken. Where are we heading, Joseph? I've got a theory. We seem to be moved around an awful lot. Almost as if by someone's will. So it's nearly impossible to get any sense of the geography around here. But the light, Beacon Mental Hospital, it's always in the distance. This thing you found me hooked up to. I've seen it in more than one place. Yeah, so have I. It seems like it's the same exact one, but it's hard to be sure. The thing that I've noticed is that each time I run across one, I seem to be closer to the lighthouse. It could be a coincidence, but like I said, it seems as if there is some intelligence behind it. So you figure we ought to cut to the chase and just head straight for the hospital? Exactly. Nice work, Detective. The right side looked like it led more directly toward the hospital. Ik vertrouw Kit me niet, joh. What? Joseph, no! Just get us out of here. There's an ambulance there. There might be some kind of first aid. I'll go. No, I'll do it. Don't let any of them on board. Is dit nou ook voorspel weer? Rot even op, game. Ga naar die dingen daar. Ik heb natuurlijk precies dat flesje weer verkeerd gegooid. Ik hoop dat ik hier gewoon onderdoor kan, is er niks aan de hand. En dat kan inderdaad. Wat is even op, joh. Ze hebben beide gewoon guns. Bye. Oké, dat op deze manier opgelost. Werkt toch wel een beetje. Oké, ik kan er niet onderdoor helaas. Oké, nice. Dit werkt op zich wel goed. Alleen, ik kan het wel doen door iets meer ammo te besparen, zeg maar. Want ik gebruik nu best wel veel ammo, dat is best wel zonde. Voor iets dat stealth uitgevoerd kan worden, snap je? Kut. Ik hoor een sniper, maar ik heb geen sniper ammo.
Oh my god, wat dom. Oh, nice. Nou, dus ik heb hier nog een sappie. Die guy schiet echt op random dingen. Oh nice, sniper rifle helemaal. We zijn hier net twee dood gegaan, doordat ik ze in de fik heb gezet. Dus daar kan ik inderdaad ook gewoon dingen vandaan halen, zie je dat? En ammo en matches. Hé, hey, waar is die sniper rifle guy nou? Loopt hij nou gewoon rond, hè? Oh, ik had hem precies in het vizier, zag je dat? Maar hij kon niet door de ramen heen schieten. Wat een raar klote muziek hier, joh. Oké, dat was redelijk perfect. Pak maar op en pak maar op. Ik zit uiteindelijk toch alweer snel op een paar duizend. Wat gebeurt er? Juist hem. Nou ja, ik weet niet of jullie daar iets van hebben ervaren achteraf geëdit, zeg maar. Maar ik werd random uitgegooid. Ik zat opeens in het Steam-overzicht. Gewoon random game afgesloten. Wat de fuck is er nou aan de hand? Nou, even opnieuw opgestart. Oké. Zal wel. Laten we hopen dat het niet vaker gebeurt. Hier ligt inderdaad wel iets wat we kunnen gebruiken. Namelijk onder andere dit. En een map fragment. En dit. Kijk, dat heeft hij nodig. Een blood pack. En nu terug. Dat kan nog wel eens een hele opgave worden. We gaan het zien. Zie je, dit bedoel ik. What the fuck is dit? Oh shit! Dat was zo nice! Haast. Hij kreeg echt de lekkerste headshot die ik in tijden heb gemaakt. Oh my god. Kijk nou. Wat een vette chatter zeg. Zulke andere gameplay dan normaal. Opeens zat hij hier, rot op.
Ja, wat is dit nou? Oh, zoveel in één. Snel die erbij pakken. Wat kan ik gebruiken? Ik bespaar hier enorm veel ammo mee. Oh, fuck. Eventjes rustig. Rust bewaren. Oh. Rust bewaren is moeilijk in dit soort situaties. Hoppakee, rust bewaard. Heb ik helemaal geen enkel... Ik wil net zeggen, hoe kan ik nou geen enkel sappie hebben overgehouden aan dit? Kom op nou. Hier nog ammo ook. Let's go! Gaat die pik? Bloodpack, hier, in je killpipe. Grapje. Oh Jezus. Let's get out of here fast. I'm gonna push through. Oh, ik rijd. It's gonna get a lure up. Holy shit. Oh, daar staat die roofing. Jezus. Oh, wat vet. Chapter zit erop. Chapter 12 clear. Wat een fantastisch chapter. Hij is zo anders dan normaal. Heel uniek gameplay opeens. In tegenstelling tot de hele game. Dus ja, dat was eigenlijk wel heel vet. We saven hem eventjes. The Ride. Nou gaan we dus naar 13. Maar The Ride was opeens zo anders. We hebben gereden. We hebben met een machine gun geschoten. We hebben combat gehad vanuit een rijdend wagen. Ja, vet man. Vet. We gaan de part sluiten. Door naar title menu te gaan. Ik ben er klaar mee. Haha. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het cool vonden. De support show door even een like te droppen. En tot de volgende aflevering van The Evil Within op mijn channel. Find